Is dit het mooiste plekje? Dit is het mooiste plekje. Ja, ja, dit is echt een super plekje. Hier gaan we nooit meer weg. Al 15 jaar geleden was het begonnen met mijn dochter. Eigenlijk als grapje. Dus een hoed in elkaar geflanst met een kleine statement toen een paar jaar geleden erop. En sindsdien is het traditie geworden. En Amalia ook nog erbij, hè? Dus dat vinden wij wel heel bijzonder. Sorry koning, sorry prinses Beatrix, maar koningin Juliana is toch wel... Ja, de koningin waar ik mee opgegroeid ben. Het is ook leuk om te kijken wat Maxima aan heeft en wat de prinsessen aan hebben. De styling. Dus dat vind ik ook heel erg leuk om te zien. Dat willen we altijd zien. Wat denk je dat ze nu aan zal hebben? Oh. Een broekrok weer? Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk geen broekrok. We gaan voor de jurk dit jaar. Welke kleur? Nou, voor mij mag het oranje zijn. Ja. Ja, waarom niet? Wat is voor u dan de magie van deze dag? Alles. Sprookje. Nou, nee, niet speciaal een sprookje, maar alles. De organisatie, het mooie, de paarden, gewoon de hele entourage. Ja, alles. Eigenlijk het Nederland zijn. Ik vind het een mooie belevenis in Nederland. Ik ben niet zo koningsgezind hoor. Dat ziet er wel naar uit, maar ik moet eerlijk mijn verhaal doen. En naar wie ga jij straks zwaaien? Naar de koning en koningin. Laat eens zien hoe je gaat zwaaien. Kom zo, hallo. Laten jullie ook eens zien? Hallo. Een van de belangrijkste onderwerpen in het regeerprogramma is grip op migratie. Door asielmigratie, gezinshereniging, arbeidsmigratie en studiemigratie is de Nederlandse bevolking, veel sneller dan verwacht, gegroeid naar 18 miljoen inwoners. Dat legt een grote druk op onze voorzieningen en onze manier van samenwonen. Vooral in de asielketen zijn de problemen urgent. Het kabinet zal op kortst mogelijke termijn doen wat in zijn vermogen ligt om het aantal asielaanvragen terug te dringen en schrijnende situaties zoals in Ter Apel en Budel aan te pakken. Kernwoorden zijn sneller, strenger en soberder. Denk aan een versnelde procedure en een sobere opvang voor kansarme asielzoekers. En aan lik-op-stuk-beleid voor mensen uit veilige landen die overlast veroorzaken. Het kabinet werkt aan een tijdelijke asielcrisiswet, waardoor de strenge en sobere aanpak een grotere kans van slagen krijgt. Leve de koning. Hoera. 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 Daar zijn ze. Er wordt gezwaaid.